Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 12 juli. Het is 10:28 uur. Ja, ik ga even zo met de hondjes lopen die daar liggen. Eentje ligt te kluiven en eentje ligt gewoon eerlijk te relaxen. Dus ik ga zo even met ze lopen en dan op naar school. Onze laatste schoolwerkdag. Ja, op school. En dan hebben ze, dan moeten kinderen nog eventjes, morgen nog een halve dag. En dan hebben ze 6 weken vakantie. Yeah! Hun, voor hun dan, maar voor mij. Maar ja, even niet. Helaas, pindakaas. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, nou, daar waren we weer. Al lekker even een tijdje uit school. Het is nou net 2 uur. Het is, even kijken. 2:03 om precies te zijn. Ik heb even boodschappen gehaald. Kijk. Ja, ik heb even hier een hele backshop met dubbelfris. Ik heb hier al 2 kratjes met brood, boter en brood en 2 pakken dubbelfris. Dubbelfris die mag mijn mannetje vanmiddag even opruimen. Hier al allemaal erbij. Ja. Heb ik voorlopig wel weer even genoeg. Dus ik ga even de brood even inknallen. Ja. Kijk, ik heb ijsjes. Ja, ik heb. Nou, de brood dat gaat hier allemaal in. En dan gaat er weer opgestapeld worden. Die oude gaat er even uit. Ik neem jullie wel even een stukje mee hoe ik dat altijd doe. Dus de oude brood gaat er gewoon even, sowieso even uit. Die gaat gewoon daar naartoe. Dit vind ik altijd dat lekkerste brood. Dus dat gaat altijd lekker onderop. Hartstikke mooi. Hola. Ja, laat vallen. Daar ben ik heel goed in. Zo. Ja. Ik heb heel wat broden gehaald. Dat is ook alleen maar lekker voor mij. Kijk, dan komt die er tussen. Valt die ook niet namelijk. Nou. Dan ga ik even een beetje pletten. Een beetje lucht eruit maken. Zodat er weer wat meer in kan qua brood. Dan heb ik ook nog boter. Dus de oude pakjes gaat er even eruit. En de nieuwe pakjes er even gelijk weer in, erbij in. Kijk, 1. Ja, ik heb heel veel. 2. 3. 4. 5, 6 kaapjes boter. Dan kennen wel heel veel mensen zeggen van wat moet je ermee? Maar dat gaat ook heel goed op bij mij. Ja, dit gaat heel goed op. Nou, de kaas gaat even daar naartoe. Dat gaat even daar naartoe. Dan ga je even een beetje schipperen in de vriezer. Want anders gaat de boter binnenkort vallen. Dan heb ik ook een vleesin in. Eens even kijken. Als ik hier nou omhoog haal. Hola. Hola, hola, hola. Zo. Zo, kijk. Hebben we dat alweer gedaan. Nou, dan heb ik hier nog brood. Deze ook gewoon even in. Al dat brood kan er makkelijk in. Nou, ik laat het jullie zo meteen zien, want anders heb ik helemaal geen houvast hier. Dus dat laat ik jullie zo meteen nog even zien. Zo, en wat jullie zien, alle broden zitten erin. En dat is tot nog toe vol. Ja, dus dit is een beetje bevriezig. Heel bizar, maar dat is het wel. En dan mag mijn ventje dat zo meteen doen. En als de post er is, dan ga ik nog even naar de Hogevliet om even kattenrit en honden voor te halen en een beetje kattenvoer. Dus dat moet ik nog even gaan halen. Dus dat moet ik ook nog dan doen. Of ik doe het nu zo meteen nog gelijk nog even. Ik heb nog tijd. Dus moet ik nog even hondenvoer even halen. Nog even 3 zakken. 4. Kattenrit. En nog eventjes kat ervoor. Dus moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Of ik dat nu dat gelijk ga doen. Of straks nog eventjes. Jep. Want ik denk dat ik even gewoon dat even haal bij de Aldi.
honden voor. En dat gewoon morgen anders eventjes. En bij de Hoogvliet. Kan morgen ook nog wel. Moet ik even kijken. Maar mijn mannetje die gaat sowieso eventjes dat even herindelen straks. Dus, en dit is loodzwaar. Ik mag dit eigenlijk niet stillen. Dus ik kan niet nagaan. Ik ben al vet in overtreding. En als mijn ventje dit ziet, dat ik dit naar beneden heb getild. Nou, dan heb ik zo meteen een probleem. Dan wordt hij een beetje boos. Maar dat is ook logisch. Dat mag het eigenlijk niet. Ik mag niet zo zwaar tillen. Ik mag het niet. Dus ik doe het gewoon even zo. Allemaal even gewoon hier al bovenop. Allemaal nieuw. Zo. En dan gaat gewoon even de tas. Die ga ik nu wel even tillen. Ook al is het loodzwaar. Hartstikke ding. Tup. Zo. Dan gaat er weer daar naartoe. En dan kan ik het hier al gewoon weer even in. En dan kan mijn mannetje dat dus eventjes inruimen. Straks. En ik heb nogal wat pakken. Dus ja, komt ook wel weer goed, toch? Goedenavond allemaal. Het is alweer inmiddels 20:51 op mijn computer. Zijn tijd, ja. Roderick is ook hier al achter mij. Kijk. Hoi, schat. Hoi. Alles goed? Nee. Niet? Nou. Niet alles is goed. Niet alles is goed. Nee. Maar we hebben hier ook weer iemand op bezoek. Hé, hey Blue. Het is gezellig, hè, hier al, hè. Op bezoek, hè. Ja, dat is leuk, zeg maar. Ik kan lekker kluiven. Ja, dat vind ik leuk. Nou, en ze vindt het ook geweldig om te kluiven, zoals jullie zien. Oh, dat vindt ze zo lekker. Gewoon lekker kluiven. Als ze maar kan kluiven, dan vindt ze het helemaal geweldig, jongens. Echt. En ze heeft ook medicijnen. Die moet ik nog even uit mijn briefbus halen. Ik had sowieso veel qua boodschappen. Ja, ik had heel veel. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Oh ja, die moet ik ook nog even doorsturen naar Renaat. Deze foto's. Wat ik daarmee op mijn kop ga krijgen. Wil je dat doen? Ja, Renaat, dat doe ik ook. Sorry hoor. Nou, en ik ben dus nu bezig eventjes om filmpjes naar mijn computer te brengen. Ja. Naar mijn computer te brengen. Dat is leuk. Ja. Dus dat ga ik even doen en dan ook eventjes kijken wat we gaan eten. Ja. Hij dan achter mij. Hij achter mij en die gaat pizza eten. Ja. Dat is ook handig.